Het ontbijt staat alweer klaar. Vanuit Östersund zeggen we goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan ook. De deelnemers zijn weer goed uitgeslapen. Ja, heerlijk geslapen. Mijn lieve vrouw is vandaag jarig. En ik sta hier in Zweden. En mooi even de gelegenheid. Lievert, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ook namens ons natuurlijk. Nog even terug naar gisteravond. Toen leverden Jan Heijn en Wim hun inzending voor de sneeuwpop-challenge van Interforce in. Als we als organisator zo'n sneeuwpop aangeboden krijgen, dat is natuurlijk wel bizar, hè? Maar er waren nog meer creatieve inzendingen. Gisteravond werd tijdens het eten trouwens het coördinaat van de ochtendetappe van vandaag al bekendgemaakt. De start is om 7:30. En de coördinaten voor etappe 1 zijn te vinden op een e-mailadres navigatenoord2022@gmail.com. Wat moeten we daar nou weer mee? Het wachtwoord van deze mailbox was de voorbije week al in delen en in codetaal doorgegeven. Dus iedereen ging direct weer flink aan het puzzelen en zoeken. Jarno was een van de eerste die de code gekraakt had. Er stond te veel informatie in bepaalde berichten, zeg maar. En die informatie hebben we verzameld. Daarmee hebben we gepuzzeld. En toen kwamen we tot het wachtwoord. Uiteindelijk wist iedereen de code te kraken en kon de route verder uitgestippeld worden. Even bonus zoeken. We leggen allemaal een beetje naast de weg. We gaan er weer vandoor. Op naar het volgende waypoint. Navigate North is mede mogelijk gemaakt door Stickermaster, Anetwerk Personeelsdiensten, Netstaff en Interforce.